We hebben echt heel, althans ik, heel verrot geslapen weer. Want Ron, ons luchtbed loopt leeg. Oh no! Wat verschrikkelijk. En ik kwam gisteravond al achter, maar ja, wat doe je eraan? Zo, dat moeten we echt gaan fixen vandaag. Oh ja, en gaan we vandaag maar eens even beslissen wanneer we de zwangerschapstest gaan doen. Aangezien ik nog steeds niet ongesteld ben geworden. Toch? Ja. Want ze zitten in de koffer. Gaan we die vragen dingen doen, want hun hebben... De Q&A. Oh ja, goed dat je het zegt, Jola. We nemen een Q&A op en die doen we van het weekend even. Dus die komt zondag online, dus tot zondag hebben jullie nog om vragen te stellen voor de Q&A. So let us know. Oké, ik ga even wakker worden. En we gaan zo even eten halen. Het is maandag, we beginnen de dag met een knuffel. Ingezakt bed. Ik ben nog niet geplet. Kom maar hier met dat chocoladebroodje. Nou ja, broodje. Brood. Ik had een hele grote te pakken. Bam. Roze. We hebben het gaatje gevonden. Een heel klein gaatje. Een heel klein gaatje. Je voelt hier echt heel veel lucht uitkomen en je denkt dat het een heel klein gaatje is. Het is een heel klein gaatje. Dit gaatje was de boosdoener vannacht. Zo, we zijn under the way om lekker boodschapjes te gaan inslaan. Joejoe, zin in. Zag ik er nou eerst ook uit als een granaaltje? Ja. Ik heb een, just in case dat ik zwanger ben, heb ik een boek meegenomen. Waar dus, toen ik zwanger was van jou had ik dat boek, schat. Ja, 9 maanden. Ja. Dus zat ik te kijken in dat boek van, hoe groot is ze nu en hoe groot is ze nu. En nou ja, als het babytje 6 weken is, dan ziet het er dus volgens Jola uit als een garnaaltje. Ik vind het meer een soort alien. Dat had ik net hier gelezen. Nu ben ik echt, dat ik niet eens meer de dagen weet hoe ver ik over tijd ben. 7 dagen. 7 dagen over tijd. 7 dagen over tijd, volgens oh my god. 8. Oh nee, wacht. Vrijdag was 5. Zaterdag was 5. Zondag 6. Maandag 6. Ja. Dus ik ben nu 7 dagen over tijd. En eigenlijk wilde ik een test doen als ik 7 dagen over tijd was. Dus toen zei ik tegen Bart, zullen we het morgen doen? Maar Bart, die zegt... Ja, ik zei vrijdag, maar... Dat is wel echt lang wachten. We kunnen het ook woensdag of donderdag doen. Maar ik wil eigenlijk zo lang mogelijk uitstellen. Ja, sorry voor jullie thuis. Jullie willen het heel snel weten. Maar wij ook, willen wij gewoon... ook, maar... Ja. Omdat ik gewoon best wel onregelmatig ongesteld word, vinden we het gewoon prettiger om het wat langer uit te stellen. Omdat we dan wat meer... Ten eerste wat meer zekerheid hebben over de uitslag. Maar ten tweede ook... Als je een uitslag hebt, dat die wat duidelijker is. Ja. We gaan eindelijk een keer boodschappen doen na het eten. Na het eten. Dus zonder trek. Geen trek, heerlijk. Geen stress, relaxed. Komen we eindelijk een heerlijk keer relaxed weggetje. Kijk eens even waar we rijden. Wat een heerlijkheid. Ergens bij Tarragona in de buurt. I love it. Ik hou zo van dit soort weggetjes. Het geeft echt rust. Heerlijk. Carrefour. Ja. Jola zit lekker, hè, Jol? Nou, we denken eraan om een step te kopen voor Jola, voor op de camping. Daar komt ze. En, went het al een beetje? Ja, het is al gewend. Ja? Ik wil deze. Het zou wel heel cool zijn als dat mocht van ons, hè? Hier een remmetje. Hoe ziet het? Zo die pootjes zien. Serieus. Is het gewoon niet normaal. Hier is 1 varken. Ja. 4 van die pootjes 1 varken geweest. Kijk al die kleertjes. Ik vind het zo schattig. Ik hoop het zo. En over een paar dagen zullen we het weten. Het is een jurkje. Wat? Kaisen, nummer 2. Blauw. Zo. Even alle boodschappen inruimen. En Jola die is er al vandoor op de step. Oh, zo. Hou op. I don't want to see that. Daarom wil ik dus testen, schat. Ja. We gaan het bed even maken. Wat?
Ik heb mijn nieuwe bikini aan van de Primark. Oh nee, niet, sorry. Van AliExpress. En mijn laptop staat open, zoals jullie zien. Want ik ga een plek zoeken waar ik betere verbinding heb. Op dit moment heb ik namelijk 5 uur geleden mijn upload van mijn vlog aangezet. En inmiddels is hij voor 8% geüpload. Dus dat is echt een beetje een probleempje. Ik ga het vannacht ook nog proberen. Ik hoop echt dat het in de nacht beter gaat met uploaden. Dat het dan misschien rustiger is. Maar het zal wel echt een best probleempje zijn. Met Joeltje. En het zwembad en mijn upload. Heel cool. Nou, daar zijn we dan eindelijk. Op het strand. Het is een beetje een klein strandje, ja. Dit keer. Normaal is hij veel breder. Even met mijn telefoon, want mijn camera is een soort van stuk. Hopelijk kan ik het nog maken. Kan je het voorstellen? Grappig is, ik kan nu dus wel gewoon filmen. Ja? De camera is stuk, maar ik kan wel filmen. Ik kan wel filmen. En slaat het niet op? Ja, het staat gewoon record. Ik kan alleen niet doen. Zoeken. Ik zit in de tent en ik ben bezig met de laptop, want het uploaden schijnt dus wel te lukken met de 4G-verbinding van Bart, zijn telefoon. Dus hopelijk is die over een uur en 45 minuten geüpload. Maar dat is in ieder geval weer een probleem minder. Maar ik had nog een probleem vandaag en dat was mijn camera. Daar film ik nu wel mee, dus dat is één voordeel. Hij filmt nog wel. Alleen de lens gaat niet helemaal meer naar binnen. Waardoor het schuifje niet meer dicht gaat. En ik kan ook niet meer zoomen in of uit. Maar ik kan wel filmen en dat is het allerbelangrijkste. En ik ben nog niet helemaal scherp. Ik hoop dat hij wel nog een beetje oké filmt. Ik ben in ieder geval wel heel blij dat hij het in ieder geval doet. En ja... Het gaat allemaal niet heel makkelijk. Het zit zo rot als je zo moet leven. Dus ik ga wel enigszins proberen om morgen een beetje orde te scheppen in de tent en in mijn eigen hoofdje. En we hebben besloten om sowieso, ik wil heel graag morgen. Bart wilde graag vrijdag, dus gaan we een beetje in het midden zitten en gaan we donderdag voor de zwangerschapstest. Dus mocht ik dan nog steeds over tijd zijn, niet ongesteld zijn geworden, wat nu nog steeds het geval is, dan gaan we ervoor voor de zwangerschapstest. Dus dan weten jullie wanneer die komt. Donderdag. Nee, schat. Ja, ik ga nu nog even editen. En Jolen gaat lekker slapen. Dankjewel voor het kijken naar deze campingvlog. Tot morgen. En tot morgen, zegt Jola. Doei.